Hallo, welkom in het 8 uur journaal. Vandaag gaan we het hebben over de VOC. Schippers doen goede zaken door maken van zeekaarten, globers, navigatie-instrumenten, atlassen en zeemansvissen. De maker van de glober is Jacob Floris van Langeren. Gaat u mee? Nou, dit is hem. Oh, de trekschuit. Een trekschuit wordt getrokken door een paard. Hij vaart over water door middel van een touw dat vastzit aan een paard. Zoals wij tegenwoordig de trein, tram of bus nemen, namen ze vroeger de trekschuit. Je bent 15 uur bezig om van Rotterdam naar Amsterdam te reizen en nu ben je er binnen 45 minuten. Dat is veel sneller. De trekschuit was betrouwbaar, snel en goedkoop. In de 17e en 18e eeuw biedt de trekschuit het beste openbaar vervoer ter wereld. De trekschuit heeft plaats voor ongeveer 30 mensen en vaart vervolgens volgens een vaste dienstregeling. 50 zag Amsterdam er zo uit. Nu is de stad veel groter geworden. De stad heeft wel nog steeds dezelfde stadsopbouw. In het ei liggen de grote schepen voor de anker. Ze wachten op goederen die ze kunnen vervoeren. Doe maar. Door het water in Nederland is Nederland rijker geworden. Want er is veel handel in het land door het water. Het is geschikt voor akkers. Ze maken dus een polder. Ze gebruiken de polder om akkers te verbouwen. Mensen die het met water werken verliezen dus hun baan. Dit is Cornelis Graaf, geboren 1599, gestorven 1664. Hij komt uit een rijke koopmansfamilie die tientallen jaren deel hebben uitgemaakt van het stadsbestuur van Amsterdam. En ze waren directie van de VOC. Dit schilderij is gemaakt door Nicolas Elias Piquenoy, 1633. Dat was het. Doei.